Bij het tweede blok, locatie en uitvoerders, ga je beschrijven waar de interventie zich echt plaatsvindt. Dat kan zijn op twee plekken. Bijvoorbeeld, je begint met een interventie op school om kennis te maken. En een vervolgstap is om daadwerkelijk bijvoorbeeld die kinderen mee te nemen naar een vereniging. Dan is het van belang dat je zowel de school noemt als de sportvereniging als plek, als locatie. Vervolgens beschrijf je hier ook welke partijen allemaal betrokken zijn bij de uitvoer van je interventie. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld inderdaad scholen, sportverenigingen, maar dat kunnen ook partijen zijn uit de zorg die bijvoorbeeld betrokken zijn bij de werving van deelnemers. Je moet beschrijven hoe deze partijen samenwerken en welke rol deze partijen precies hebben.